Voor dit vlogje sta ik in het atrium van het Erasmus Museum. En ik sta hier voor een informatiewand met allemaal mooie voorbeelden wat we allemaal doen op het gebied van duurzaamheid. Ik vind dit een hele mooie plek om te praten met Hans-Peter Schilte. Hij is programmamanager van een duurzaam Erasmus Museum. Hans-Peter, jij bent programmamanager duurzaamheid hier in het Erasmus Museum. We laten hier allerlei voorbeelden zien van wat we allemaal al doen aan duurzame initiatieven door medewerkers, professionals. En recent hebben we een Green Deal gesloten in Nederland, 3.0 zelfs. Waarom vind jij, want ik weet dat je dat vindt, waarom vind jij zo'n Green Deal nog zo belangrijk? Als we eigenlijk al heel goed bezig zijn. Ja, het mooie van deze Green Deal is, als je kijkt al naar de titel, daar staat samenwerken aan duurzame zorg. Dat is de ondertitel, hè? Dat is de ondertitel. Ja, ja, ja. En dat is een geweldige stap die je nu ziet ten opzichte van de voorgaande Green Deal. Die was op zich wel netjes samengesteld. Daar zat wat ambitie in. Maar als je nu kijkt naar wat het ambitieniveau is en wat de doelstellingen die erin geformuleerd zijn. Hoe we daarmee om willen gaan. Ja, dat is echt wel een stap verder. En daar ben ik heel erg gelukkig mee. En maar samenwerken binnen organisaties of tussen? Of wat? Ja, dat gaat heel ver. Want wij zeggen heel vaak, we moeten samenwerken. Ja, hè? Ja. Ieder onderwerp, ja, we moeten samenwerken. Ja. Ja, het gaat heel ver. Als je kijkt naar hoe het samengesteld is en met de ploeg waar we het gedaan hebben. Dus dan zit je met de stelselpartijen, zit je met de Q en de Care aan tafel. Zit je met informatieinstituten samen als TNO en de NPZ. Nou, dat zijn organisaties waar je met z'n allen een doelstelling hebt neergezet. Met 5 thema's waarvan je zegt, ja, en hier gaan we echt met z'n allen voor. En dan zie je ook gewoon dat je dat niet meer alleen kan. Dus als je naar die doelstelling gaat kijken, dan zie je dat kan je niet meer als instituut zelf. Terwijl je misschien denkt dat je het kan. Maar je ziet gewoon dat je het in een keten moet doen. Je moet het met je informatiepartijen doen. Je moet het met je ministeries doen. Je moet het met je leveranciers doen. Ja. Ja, dat zie je allemaal terugkomen in deze Green Deal. En dat was minder vertegenwoordiging naar ouderen. Van die 5 thema's, wat vind jij daar de belangrijkste van? Of zijn ze allemaal even belangrijk? Dat is een hele ingewikkelde vraag. Want wat ik mooi vind, is er is een heel nieuw thema bijgekomen. Ja. Dat gaat over bewustwording en onderwijs. Ja. En wij zijn ook een onderwijsinstelling, want we hebben hier ook een faculteit. Ja. Dus als je dan kijkt naar die ontwikkeling en je ziet dus gewoon hoe belangrijk het is dat wij echt iets aan bewustwording doen. Nou, we staan hier in een ruimte waar ook een onderdeel van is om mensen hier bewustwording mee te geven. Daar zit een onderwijsstuk in wat voor zeg maar het onderwijs belangrijk is om die verduurzaming te integreren. Dus niet maar een onderdeeltje, nee, het moet volledig geïntegreerd worden. Ja. En er zit een stuk onderzoek in. Ja. En dat is natuurlijk ook weer, zeg maar, onderzoek. Dat vinden wij ook fijn, hè? Wetenschappelijk onderzoek als basis voor ons beleid. Ja. En dat hoort er nu dus ook bij. Ja. Mooi. Als je kijkt naar onderzoek die wij nu aan het doen zijn hier in huis, hè? Ja. Een materiaalstroomanalyse door het hele huis. Dat wij gewoon onze impact willen kijken van wat wij nu aan het doen zijn. En waar kunnen we daar op ingrijpen? Ja, dat zijn onderzoeken die kunnen wij graag doen en willen ook heel graag doen. Ja. Meten, weten en dan ook en handelen acteren. Daarnaar. En acteren, ja. Hans-Peter, nou ben jij toch een beetje Mr. Duurzaamheid van het Erasmus Museum. Iedereen met goede ideeën hier verwijs ik altijd direct naar jou. Wat is jouw duurzame tip voor Erasmus Museum'ers? Ja, kijk, ik zit zelf heel erg in de circulariteit. Mijn voorzitter ook landelijk werkgroep circulariteit. Dus dan sla ik hem maar even daarop terug en dan zeg ik, ja, weet je, alles wat wij gebruiken materialen, dat is te veel. Heel veel. Dus we moeten echt terug naar de basis. Goed nadenken van, heb ik iets nodig? Heb ik, als ik iets wil aanschaffen, moet ik het wel aanschaffen? En dan kan zowel privé als zakelijk zijn. En denk even na, en van jongens, hoe zit het aan het eind van de keten? Ja. Dus als we iets aanschaffen, en hoe zit het dan aan het eind van de levenscyclus eruit? Kunnen we het nog een keer hergebruiken? Kunnen we het op een andere manier inzetten? Dus, en als mensen daar in het Erasmus Museum hulp bij nodig hebben? Bel Hans-Peter Schilte. Ze kunnen ons altijd bellen. Ja, ja, absoluut. Dankjewel, ook voor al het andere werk wat je doet. Graag gedaan.